Hij komt voor het doel. De loopbaan van de nieuwe trainer van Hoek ligt er niet om. Als profvoetballer speelde Lorenzo Stalens meer dan 400 wedstrijden en was hij als Belgisch international actief op 4 eindtoernooien. In Nederland is hij vooral bekend om het incident op het WK van 1998 met Patrick Kluivert. Na zijn carrière zagen veel landgenoten een succesvol trainer in hem, maar dat liep anders. Ik ben hier en daar bij verschillende clubs geweest als hoofdtrainer bij Cirkel. En uiteindelijk gaan ze naar jongere coaches, gaan ze ook naar meer buitenlandse coaches. Want er komen meer buitenlandse investeerders die de ploegen overnemen. En dan pakken ze hun technische staf mee. En dan raak je een beetje op het achterplan. En als je dan al een jaar of twee niet meer actief bent geweest, dan ben je vergeten. Hè. Na het ontslag als assistenttrainer bij het toen bijna failliete Lokeren in 2019... besloot Stalens de profwereld achter zich te laten en op zoek te gaan naar een normale baan. Gewoon als commercieel vertegenwoordiger actief te worden in een bouwbedrijf in België. Vandaar dat ik een combinatie zocht ergens waar het voetbal ook nog mogelijk was. En dat was hier in de Hoek. Dat kon ook in België amateurreeksen geweest zijn. Maar daar kwam ook niet direct vraag naar, omdat ze misschien ook niet weten dat ik daarvoor te vinden was. Hè. Dat is ook zoiets. De kans in het amateurvoetbal krijgt hij nu wel bij Hoek. Volgens assistenttrainer Gabi de Manet is Stalens de man op de juiste plek in het altijd onrustige Hoek. Die heeft al heel wat meegemaakt. Hè? Dan spreken we niet alleen over het incident Kluivert, maar dat is iemand die eigenlijk Anderlecht Brugge op de topjaren meegemaakt heeft. Dus die weet het klappen van de zweep, absoluut. Hè? Ik weet één ding zeker, dat het makkelijker was als voetballer dan als trainer. Omdat je als voetballer had enkel met je eigen te maken en je speelt een goede wedstrijd of niet. En nu heb je het team dat je moet coachen. Je moet iedereen managen en met iedereen overeenkomen. Ook de reservespelers, de invallers ook happy houden. En dat is een heel ander gegeven. Hè. Dit weekend won Stalens zijn eerste wedstrijd als trainer van Hoek. Door een doelpunt van Ruben de Jager werd het 0-1 in het oefenduel met KRC Gent. Dat is in ieder geval een goed begin. Ik weet niet wat er te halen valt, maar ik wil gewoon mij terug op de kaart zetten. En ook met Hoek uit die slechte omstandigheden komen. Want ik denk dat ze toch niet staan waar ze horen te staan of waar ze willen staan in ieder geval.